Ik ga straks gewoon even naar buiten. Ik doe niks met de sleutels, hè? Dus daar blijf ik ver van weg. En u bent aan het afrekenen of u staat in de kroeg of u zit op een congres, zoals nu, hè? Staan allemaal nog buiten? Ja, hier zijn we dan. Nou, hier staan alle auto's netjes geparkeerd. Wat zullen we doen? Eerst een fort. We gaan even kijken naar de Ford. Vond ik wel een van de hele mooie auto's. Nou, dit is het toeltje. Die zag je in het filmpje ook. Ik zal het even laten zien. Hij staat nu uit. En normaal gesproken open je zo de auto. Nou, er gebeurt niks. Nu zet ik mijn toeltje aan. Ik moet soms even zoeken. We pakken even de volgende auto. Hij gaat wel open hoor, hij komt eraan. Dan gaan we naar de Renault Captur. Ik weet niet van wie die auto was. Maar we gaan in ieder geval even kijken. Oh, hij gaat open. En dan zei iemand, je hebt dan ook natuurlijk nog, dat je moet kunnen starten. Maakt hij ze alleen open of start hij? Nou, het mooie is, even de startknop zoeken. Dat je dus ook nog kunt starten. Ik weet niet of u het hoort. Maar ik kan nu gewoon rijden. Oké, dan gaan we nu voor een Toyota. Hij springt vanzelf weer op slot. Ideaal. Toyota. Zou die dan te starten zijn? We gaan het proberen. Ja. Nou, langzaam naar achteren. Zo worden dus auto's gestolen. Je kunt dus starten. Je kunt openen. En het is allemaal heel comfortabel. Want je hoeft namelijk geen autosleutel meer te hebben. Maar voor de dief dus ook. Dit is een hele lange manier. Dat is de derde auto. Ik sluit ze allemaal ook netjes af hoor. U ziet dus dat al die auto's comfort entry hebben. En comfort starten. Dus je drukt alleen maar op de startknop terwijl je een sleutel in je zak hebt. Wat is nou het probleem? Het werkt allemaal op één signaal. Deze auto, die is van beveiliging voorzien. Die krijg ik gewoon open. Kijk. Alleen waarschijnlijk zit hier een alarm op. Oh, hij staat uit, het alarm. Ik krijg deze auto, die krijg ik niet gestart. En het is omdat er een alarmsysteem op zit. Die, ja, daar heb je hem. Die los van de auto werkt. Dus het alarmsysteem luistert niet naar de handzender. Ik kan hem dus ook niet uitkrijgen. Ik kan hem wel weer sluiten. Maar ik krijg hem dus niet uit. Dus ik ben weg. Het is te veel lawaai voor de dief. Nou, we gaan weer naar binnen. Ja, de meneer zegt, het signaal wordt dus niet opgenomen. Nee, het is een live signaal. Ik maak alleen maar een verlengsnoertje. Dus die sleutel moet daadwerkelijk wel aanwezig zijn. En dat signaal gebruik ik op dat moment om te openen, te starten en dan ben ik weg. Zolang ik hem niet uitzet, blijft die auto rijden. Alle moderne auto's hebben dit, hè? Ook de Clio tegenwoordig. Het niet alleen de dure uitvoeringen, maar het komt steeds meer. Nou, die Ford doet het wel. Ik moet alleen even goed kijken. U mag uw sleutel pakken en gaan zitten. U bent veilig, de auto's staan er nog.